Een bruisend centrum van Losser. Afgelopen donderdag werden de eerste shoppingbags voor het winkelende publiek in Losser uitgedeeld aan wethouders Jamie van Essen en Harry Nijhuis. Marcel de Jong van Centrum Management Losser deed dat op de plek van het voormalig oude postkantoor aan de Brink. Een heleboel mensen weten niet wat Losser allemaal te bieden heeft. We hebben zo'n 100 winkels hier waarin elke branche op een goede manier vertegenwoordigd is. En dat wil niet zeggen dat we alles hebben, maar zo goed als alles is gewoon in de plaats Losser te koop. Koop lokaal is gelukkig op dit moment het item, maar ook heel belangrijk. Wil je je dorp levendig houden, hou de winkels levendig en wij starten weer wat terug in de levendigheid van het dorp. En zo heb je de cirkel weer rond, denk ik. Het zijn duurzame, herbruikbare tassen. En ik denk zelfs dat ze eruit zien op een manier dat elke lossenaar, en zeker oud-lossenaar, die zal er zeker trots op zijn dat ze gebruik kunnen maken van deze tas. Ik hoorde net van het is een beetje het mooiste steegje. Ja, daar ging ik 10 keer op en neer vroeger vuurwerk halen naar dat steegje. En dan kwam ik uit bij het oude postkantoor en daar zat een morseus in. Ah, mooi. Op de markt. Maar goed, dat even voor de insiders onder ons. Maar het is inderdaad een prachtig mooi steegje, maar zo heeft Losser heel veel meer te bieden. En ik denk dat lang niet iedereen zich daar even bewust van is. Ik wilde bij aansluiten, Losser heeft heel veel te bieden, zo niet alles. En dan gaat het niet alleen om winkelaanbod, maar je ziet dus ook dat met name, dat zei de voorzitter van Centrum Management Losser net ook al, het wordt ook bruisend gehouden. Hè? Ik heb net al verwezen naar de boerenmarkten die 1 keer in de maand hier worden gehouden. Maar dat geldt ook voor de aanstaande kerstmarkten, als die al mogen, maar los daarvan. Maar ook kleine publieksacties, zoals een tas. En ze waren als eerste erbij om ook een mondkapje speciaal voor het winkelend publiek in Losser te ontwerpen. Kortom, er zijn heel veel creativiteit en ideeën om het ook vooral bruisend te houden naast het hele mooie winkelaanbod. En dat maakt denk ik Losser inmiddels tot een heel aantrekkelijk centrum en een aantrekkelijk winkelgebied. We hebben het voormalige postkantoor verwijderd, dat stond al heel lang leeg. En dat was eigenlijk toch een doorn in het oog van alle Lossenaren. Nou, dat hebben we nu weggehaald en hebben we tijdelijk ingericht als een parkje. Daar gaan we in de toekomst nog wel wat mee doen. Stedenbouwkundige visie. Kijken of we nog een aantal vierkante meters die we vrij moeten spelen hierachter. Of we die hier op een andere plek kunnen situeren. Geldt niet alleen voor dit stukje. Ik wil ook verwijzen naar de Aloysius locatie waar we mee aan de slag gaan. Maar ook met het Martinusplein. De oude toren. Hè? Het symbool van Losser. Ook daar gaan we met een stedenbouwkundige visie aan de slag. Om Losser nog mooier te maken.